Hallo allemaal, hier Jan-Willem Spaans. Wij zijn bij elkaar met de podcastvrienden van de Nationale Trots, want er is nieuws. Brian, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Het is inderdaad Goedenavond, nieuws, kerel. ja. Ja, goed je te zien. Jij staat in nauw contact met bronnen al daar en jij kunt ons iets vertellen richting de interlandperiode. Klopt. De SBB heeft er zelf niks over naar buiten gebracht, voor zover ik weet. Maar Aaron Winter gaat ook de wedstrijd tegen Mexico leiden als bondscoach van Suriname. Zo, dat is inderdaad niet bevestigd geweest door iets of iemand. Maar dat krijg jij net door? Ja, de perschef van Suriname, Dion Brunings, die zei het. En hij heeft morgen, dus dinsdag, heeft hij nog meer nieuws. Poeh, dus de luisteraar van dit kleine intermezzo die doet er goed aan om onze kanalen goed in de gaten te houden. Want er bewegen dingen bij het nationale elftal van Suriname richting de wedstrijd tegen Mexico. Ravish, help ons even. In welk kader wordt deze wedstrijd gespeeld? Suriname speelt tegen Mexico in het kader van de CONCACAF Nations League. Dat is eigenlijk de periode die nu ook een beetje plaatsvindt, hè, wereldwijd. Er zijn verschillende wedstrijden die worden gespeeld. Wij in Europa kijken uit naar de wedstrijd Frankrijk-Nederland. En Suriname gaat het dan opnemen tegen Mexico in de Nations League. En het is inderdaad wel verrassend dat Aaron Winter ook deze wedstrijd zal doen. Waarom is dat Brian en ik, verrassend? ja, Brian en ik zijn een paar maanden geleden ook geweest toen Suriname on tour was en in Almere neerstreek voor een wedstrijd tegen Nicaragua. Suriname won die wedstrijd met 2-1. Toch Brian, dat was de uitslag? Klopt, ja, 2-1. Ja, Suriname won hem. En na afloop mochten wij Aaron Winter ook wat vragen stellen. En hij reageerde redelijk geïrriteerd op het doorvragen of hij nou wel of niet gaat bijtekenen, want dat hing nog van heel wat factoren af. Ik weet, en dat hebben we ook van spelers gehoord, dat ook de spelers wel heel blij waren met Aaron. Maar ook zij zijn niet altijd even blij geweest met de organisatie die de SVB altijd hanteert met betrekking tot wedstrijden. En Winter heeft eigenlijk de afgelopen tijd, was het heel erg stil. Dus dat Dion dit bevestigt is wel heel erg verrassend, maar ook wel weer positief. Dus ergens waar rook is vuur. Kevin, wat is jouw eerste reactie op het nieuws? Gelukkig is het iemand die het wil doen. Dat is Haha. mijn eerste reactie. Dat was, ja, dat het zo lang heeft geduurd om Winter te strikken. Dat zegt natuurlijk al wat. Maar ik ben blij dat hij het wil doen. En hij lijkt me een geschikte man. Ja, wie had het anders moeten doen? Daar denk ik ook aan. Dat is een hele terechte vraag. Maar ja, het gaat nu om Ja? één wedstrijd. Is er al enig zicht op wat daarna gaat brengen voor Suriname? Als hij blijft, denk ik dat je aan iets kan bouwen. Maar volgens mij is er niet bekend. Ja, dat gaan we natuurlijk horen. Op korte termijn hopelijk. Of hij dan blijft. Maar ja. Ja, ik hoop gewoon dat hij blijft. En ik heb nog geen zicht op. Ik denk jullie ook niet. Of hij dan gaat blijven. Maar ja, we gaan het meemaken. Ik denk Nou ja, inderdaad dat het is we natuurlijk wel interessant. Hè, want het is wat Brian net ook aangeeft. Wanneer heb jij extra nieuws, Brian? Woensdag zei je? Nou ja, de perschef zei, na vandaag weet ik meer. Dus dan ga ik uit voor morgen, maar Cryptisch. ja. Ja, maar ook dat weer, hè. Hij weet pas na vandaag meer. Ja, ik denk dat hij pas na vandaag mag bekendmaken. Dat Ja, denk dat ik. zal het zijn. Ja, Altijd ja. een Eens. wonderenwereld. Of die mensen het daadwerkelijk niet weten of dat ze het niet vertellen. Ja, dat kan Meestal ook toch wel. wel echt dat tweede, maar goed. Ja, het is een leuke ontwikkeling. En ik hoop dat als Aaron Winter daadwerkelijk voor een langere tijd wordt aangesteld, en laten we hopen dat dat de wetenswaardigheden zijn die Dion dan mag bevestigen deze week. Ja, dat dat voor Suriname ook wel weer het begin is van opnieuw een mijlpaal of een nieuw tijdperk. Nee, dat is het juiste woord, een nieuw tijdperk. Met heel veel getalenteerde jongens die hopelijk ook ja, openstaan. Hè? Want ik zag ook weer dat Suriname wat jongens ook weer had toegevoegd aan de kern. Ik zag onder meer de broer van Ryan Gravenberg. Die heeft besloten om voor Suriname uit te komen. Al is het wel jammer dat dit toch jongens zijn die al redelijk richting de leeftijdsgrens gaan, dacht ik. Gravenberg is volgens Ja, mij ook niet al 30. helemaal, denk ik. Gravenberg is 30 plus.
Nou, die tikt het aan, volgens mij. Die is nog Ja, niet oh, zo. dan valt het nog wel mee. Ja, Maar ja. als dit een nieuwe kern kan vormen, in combinatie met spelers die nog steeds het gevoel hebben dat ze voor Suriname van belang kunnen zijn, ja, dan met Aaron Winter, die natuurlijk ook een no-nonsense trainer is en hij niet wordt tegengewerkt door de SVW, je hoort het heel veel en als, dan kan dit heel mooi worden. Maar goed, laat het wel wachten. Ja. Duidelijk, en tot die tijd hebben we in ieder geval in deze interlandperiode de wedstrijd tegen Mexico. Het is een interessante krachtmeting met dus Aaron Winter langs de lijn als bondscoach voor nu. En wie weet wat de toekomst brengt. Als er verder nieuws is, dan zullen wij ons zeker nog een keer melden hier. En tot die tijd zult u in spanning moeten afwachten. Tot later.